4 oktober 1957. Het begin van een nieuw tijdperk. Rusland lanceert de eerste kunstmaan. De Sputnik 1. Het bol met een middenlijn van 58 centimeter en een gewicht van 83,6 kilogram. De bol zendt een fluittoontje uit naar de aarde. Twee antennes met een lengte van 2,4 en twee met een lengte van 2,9 meter zitten eraan. Het antwoord van de Amerikanen is voorlopig een mislukking. De ene explosie volgt na de andere. We zagen een Jupiter C en nu een Atlas. Rusland boekte intussen het ene succes na de andere en terwijl Amerika tegenslagen moest incasseren, boekten de Russen triomfen. Первое назад. 103-й. Луноход движется. Первое вперед. De Russen lieten in de jaren die volgden een karretje op de maan rijden. Ze gingen onbemand bodemmonsters onderzoeken, maar ze bouwden ook, zoals hier, bemande ruimtecapsules aan de lopende band, de Vostok-fabriek. Rusland maakte er een gewoonte van om één soort capsules voor vele doeleinden te gebruiken. En ook in de rakettechnologie hadden ze weinig variatie. Heel weinig nieuws kwam in de eerste jaren door naar het westen, maar duidelijk was dat er in Rusland hard werd gewerkt aan nieuwe successen in de ruimte. De hele wereld wachtte op het moment dat de eerste mens een reis in de ruimte zou gaan maken. Wat Amerika betreft waren de plannen bekend, maar het was duidelijk dat er ook in Rusland werd gewerkt aan de eerste bemande ruimtevlucht. De lanceerbasis Baikonur werd intensief gebruikt en het aantal satellieten dat daar omhoog werd gestuurd zou in de jaren die volgden soms de 100 per jaar bereiken. De raketten werden getransporteerd op spoorwagons en ze werden tot het lanceerplatform gereden. De hele technologie van de Russen deed wat primitief aan, maar intussen bereikten ze meer dan de Amerikanen. Yuri Gagarin, de eerste man die een vlucht in de ruimte zou maken. Op 12 april 1961 zou die historische vlucht beginnen. Het aankleden van Yuri Gagarin, 's werelds eerste ruimtevaarder. De voorbereidingen voor de lancering. Met een lift gaat hij naar de top van de raket waar de capsule staat te wachten. Een gezicht vanuit de lift die omhoog gaat. En Yuri Gagarin in de capsule, Korolev. En de lancering. Korolev was de hoofdingenieur in die tijd en hij was ook de vluchtleider toen Yuri Gagarin als eerste mens in de ruimte ging. Op de Russische radio werd de vlucht als volgt aangekondigd. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Na een vlucht van 108 minuten zou Yuri Gagarin hier terugkomen op de aarde. De landing vond plaats bij Smelovka, 800 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Yuri Gagarin, de eerste ruimtevaarder, ging terug naar Moskou, waar hem een grootse huldiging wachtte. De aankomst op het vliegveld van Moskou. En let op een detail. De veter is los. Een triomfantelijke huldiging op het Rode Plein. Yuri Gagarin, 's werelds eerste ruimtevaarder, had geschiedenis gemaakt. We gaan kijken naar de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht. De eerste Amerikaan die in een baan om de aarde zou draaien was John Glenn. En hier kijken we in het blockhouse.
De bunkerachtige gebouwen die in het Mercury-project, het eenpersoons bemande ruimteproject van de Amerikanen, werden gebruikt. De bunkers doen wat primitief aan als we ze vergelijken met de latere lanceerkamers op Cape Canaveral. En ook de vluchtleidingscentra uit die begintijd zijn primitief vergeleken bij wat Mission Control in Houston later zou gaan bieden. Voor de vlucht van John Glenn waren er 2 min of meer kikkersprongen in de ruimte gemaakt. De Amerikaanse astronauten Alan Shepard en Virgil Grissom hadden zo'n sprong gemaakt, maar ze draaiden niet om de aarde. Deze man, John Glenn, zou de eerste zijn die werkelijk helemaal om de aarde draaide en hij deed dat 3 maal op 20 februari 1962. We gaan zijn vlucht nu gedetailleerd volgen. De spanning voor de vlucht van John Glenn was gigantisch. Hier het aankleden, wat hij niet alleen vele keren had geoefend, maar wat ook 3 keer in werkelijkheid was uitgevoerd voordat hij werkelijk de aarde verliet. 3 maal is de vlucht van John Glenn uitgesteld terwijl hij in de capsule zat te wachten op het moment nul. Het ingewikkelde ruimtekostuum, de sensoren op de polsen, de bevestiging van de handschoenen, het kostuum wat een druk moest garanderen op het moment dat mogelijk de druk uit de capsule zou wegvallen. En een kostuum wat ondanks die druk toch nog enige bewegingsvrijheid zou geven aan de ruimtevaarder. Het eerste vluchtleidingscentrum. Achter in de zaal de man die contact heeft met het Witte Huis, die steeds het laatste nieuws doorgeeft via een directe lijn. En in dat vluchtleidingscentrum slechts 2 rijen met panelen vol instrumenten. Later zouden de vluchten veel gecompliceerder worden en zouden veel grotere zalen nodig zijn. Zoals gezegd werden er 3 maal afgeteld, op 27 januari, op 30 januari en op 14 februari, voor deze beelden op 20 februari gemaakt konden worden. De vluchtkaart. En hier dan de werkelijke vlucht. We volgen nu, stap voor stap, John Glenn. Hij komt uit de hangar en hij stapt in een transportvoertuig dat hem naar het lanceerplatform zal brengen. Een transportvoertuig wat apart hiervoor gemaakt is en daarom ook heel afwijkend van de gewone autobus die de Russen gebruikten. John Glenn komt aan bij de capsule. Hij ziet in het transportvoertuig namen op de wand, de namen Ham en Amos van 2 apen die hebben gevlogen en Shepard en Grissom die al een kikkersprong in de ruimte hebben gemaakt. Opnieuw wordt het transportvoertuig gebruikt, maar nu voor de eerste mens uit de Verenigde Staten die om de aarde zal gaan cirkelen. Aankomst op het platform. De lift en bij hem Dick Slayton. De lift die hem naar boven zal brengen naar de Mercury-capsule. En dan het moeizame proces van het instappen. De Mercury-capsule is ontzettend klein. Hij kan zich nauwelijks bewegen. Hij kan nauwelijks de instrumenten aflezen. Daarom zijn er spiegels gemonteerd op zijn borstkas en ook op zijn armen, zodat hij daarmee kan kijken op de vele wijzertjes die zich in deze enge capsule bevinden. In de capsule geen schietstoel. De enige mogelijkheid om zich in veiligheid te brengen is een ontsnappingstoren die de capsule kan losrukken voor het geval er iets mis mocht gaan bij de lancering. Daar ziet u rechtsboven het spiegeltje op zijn rechterarm. De ontsnappingstoren heeft 1 keer gewerkt bij een proeflancering. Dat was op 21 november 1960. Een heel bijzonder moment. Toen viel de raket na 2 seconden
al terug omdat de hoofdmotoren stopten. Nu is de spanning opgevoerd tot het uiterste. De vierde keer dat John Glenn instapt in de verwachting dat hij werkelijk gelanceerd zal gaan worden. Een laatste handdruk. Heel primitief een potlood aan een touwtje. Echt de begintijd van de ruimtevaart. John Glenn zit in de Mercury-capsule. De Friendship Chevron kan gesloten worden. Het luik gaat erop. En terwijl de zon boven de horizon verschijnt, kan het aftellen voor John Glenn gaan beginnen. Hier de Atlas-raket, daarop de Mercury-capsule in het zwart en daarop die ontsnappingstoren. We zullen u nu mee laten luisteren naar het moment van die lancering en naar de eerste minuut waarin die lancering begint. Gantry is in launch position. AMR, CNS band beacons are on. Start interrogation in 1 minute. Bergingshelikopters staan al klaar, lang voordat de start een feit zal zijn. Heel Amerika is paraat om te kijken dat John Glenn terug kan komen op de aarde. En terwijl iedereen in angstige spanning wacht op de lancering, gaat het hart van John Glenn harder kloppen.20 februari 1962. John Glenn is gelanceerd. In de Verenigde Staten volgen 60 miljoen mensen in een rechtstreekse televisieuitzending de beelden van de lancering en ook televisiebeelden vanuit de ruimte. Overigens konden deze beelden alleen in de Verenigde Staten rechtstreeks worden uitgezonden, want in 1962 waren er nog geen communicatiesatellieten en dus konden we het in Europa niet live uitzenden. De eentraps Agena-raket brengt John Glenn in een baan om de aarde. Een baan die wordt gevolgd door talloze stations over de hele wereld, om er enkele te noemen: Bermuda, Guam, Samoa. Overal staan antennes opgesteld waarmee de communicatie tussen de aarde en de capsule in de ruimte wordt gerealiseerd. Het vluchtleidingscentrum vertelde niet alles aan John Glenn. Tijdens zijn vlucht deed zich een gigantisch probleem voor. Er was iets mis met het hitteschild, maar men besloot de ruimtevaarder niet te vertellen. Om zo weinig mogelijk risico te lopen, werd besloten het raketpak niet af te stoten en zo de kans op een behouden terugkeer van John Glenn op de aarde te vergroten. John Glenn draaide 3 maal om de aarde. Er zouden daarna nog 3 van deze Mercury-vluchten volgen. De eerste ook met 3 banen om de aarde. Daarna vluchten die 9 uur en 34 uur zouden gaan duren. We gaan kijken naar de terugkeer. Het spannendste moment van deze vlucht, omdat er werkelijk iets fout kon gaan.
Over de hele wereld waren er duizenden mensen ingeschakeld, ongeveer 16.000, om John Glenn op te gaan pikken. En dan gaat dat moment dichterbij komen. Overal liggen de bergingsschepen klaar, helikopters staan klaar. John Glenn denkt dat alles in orde is. Dit gaat het moment worden dat hij terugkeert in de atmosfeer. Heldere lichte strepen gaan over het beeld vanwege het hete hitteschild, de vlammen die langs de raampjes van de capsule gaan strijken. Met één parachute moet Glenn terugkomen, een primitief landingssysteem wat ook later in de bemande ruimtevaart van de Amerikanen verbeterd zou worden, het bergingsschip. John Glenn kwam terecht op een afstand van 1300 kilometer ten zuidoosten van Bermuda. Hier de capsule in het water, op de capsule antennes voor de communicatie. En de capsule en John Glenn moeten aan boord komen van het bergingsschip. Daarna zal er eerst een medisch onderzoek plaatsvinden en dan kan Amerika's eerste echte ruimtevaarder worden gehuldigd. Er zal een grote tickertape-parade in New York volgen. John Glenn, die nu senator is, had bewezen dat Amerika niet zo heel ver achter was bij Rusland. Maar er was nog veel te doen. De Amerikanen waren nu alleen in de ruimte geweest. Ze zouden nu een capsule gaan bouwen waarin twee personen een plaats konden vinden. John Glenn had hiervoor de basis gelegd. Deze Boeing werd gebruikt voor trainingsvluchten voor het Gemini-project. In gewichtloosheid moesten mensen leren hoe ze in een tweepersoonscapsule die hier in het vliegtuig zit moesten handelen. Ruimtevoedsel, zwevend. Ze moesten zich leren bewegen, een ruimtepistool. Er zouden ruimtewandelingen worden gemaakt in het Gemini-project, want Gemini was voor alles een mogelijkheid om te trainen voor dat grote doel wat de Amerikanen hadden voor 1970 een mens op de maan te laten landen. Opnieuw de training voor de gewichtloosheid. Het gebeurde onder water in grote tanks. En een heleboel training voor het geval een landing niet goed afliep. Een training in het water, in de woestijn. In alle mogelijke omstandigheden moesten astronauten leren te overleven. Een training op Cape Canaveral. En dan de eerste vlucht, de vlucht van de Gemini 3. De datum 23 maart 1965. De astronauten Grissom en Young. Het patroon wat zich ontwikkelde bij de Mercury vluchten zou hier worden herhaald. Technici die astronauten begeleiden, die hun helpen bij het instappen. En opnieuw een heel kleine capsule waarin nauwelijks ruimte is voor twee mensen. Het zouden primitieve vluchten worden, waarin de astronauten zich bijna niet konden bewegen en waarin ze daarom ook hinder zouden ondervinden van een langdurig verblijf in gewichtloosheid. De enige echte beweging die ze kregen was de beweging tijdens de ruimtewandelingen, die voor het eerst op de Gemini 4 vlucht geoefend zou worden. Het sluiten van de luiken voor de eerste vlucht. In 20 maanden tijd, van maart 1965 tot november 1966, zouden er 10 bemande Gemini-vluchten worden uitgevoerd. Voor de Gemini-vluchten werd een Titan-raket gebruikt. Afstoten van de eerste rakettrap. De Titan is een tweetrapsraket. Beelden gemaakt met een automatische camera die achter in de raket was gemonteerd. De aarde vanuit de ruimte.
en de astronauten in de capsule. De Agena B-raket, een raket waarmee een koppeling in de ruimte geoefend moest worden, een van de meest vitale onderdelen, en de zogenaamde krokodillenbek. Het ging één keer mis. Een technicus was slordig geweest op Cape Canaveral en u ziet hier de beschermband die niet was afgestoten. De ontmoeting tussen de Gemini 6 en de Gemini 7, de eerste werkelijke rendezvous van de Amerikanen in de ruimte. Een techniek die noodzakelijk was voor het Apollo-project. De achterkant van een Gemini-capsule met de verbindingsdraden, het bedieningscompartiment noemen we dat later. Een uitstapje in de ruimte, de eerste wandeling, werd gemaakt door Edward White, de Amerikaanse astronaut die als een van de drie later bij een tragische brand in de Apollo 1-capsule om het leven zou komen. Toen White de wandeling in de ruimte maakte, waren de Russen al voor geweest. Alexei Leonov, die we nog zullen zien in dit programma, had toen al een ruimtewandeling gemaakt. Een handschoen ziet u daar uit de capsule komen en de handschoen komt in een baan om de aarde. Beelden van White, die wandelde in de ruimte en die zijn positie bepaalt met een pistool waar kleine straaltjes gas uitkomen. Met dat pistool kan hij naar boven en naar beneden, naar links en naar rechts bewegen. Volgens het principe actie geeft de tegengestelde reactie. Vanuit hun capsule keken de astronauten naar de aarde, een zonsondergang in de ruimte. De beschrijvingen waren enthousiast, maar men leerde ook dat je aardefoto's kon maken die op aarde gebruikt konden worden om onderzoek te doen aan gewassen. Het was niet alleen de schoonheid van deze zonsondergang. De oceanen. Oceaanonderzoek zou een van de doelstellingen worden van het latere onderzoek van de aarde vanuit de ruimte. Maar vooral was het Gemini-project een project waarin koppelingen en koppelingstechnieken geoefend moesten worden. Zoals gezegd zou alleen dan een landing op de maan uitgevoerd kunnen worden. Hier de ontmoeting weer tussen de Gemini 6 en de Gemini 7. De astronauten zagen elkaar zitten en ze zwaaiden van achter de raampjes naar elkaar. Hier ziet u die beelden. Er waren vrolijke momenten tijdens de vlucht. Het ging allemaal ontspannen. Het grootste probleem in het Gemini-project deed zich voor bij de ruimtewandelingen. Die moesten vaak worden ingekort en de astronauten kregen het soms warm, terwijl ze in de kou van de wereldruimte zweefden. Maar ze waren dan ook in een ruimtekostuum, in een drukpak, terwijl ze de capsule aan de buitenkant inspecteerden. Opnieuw beelden in de capsule en vanuit de capsule zullen we dan gaan kijken naar de aarde. De aarde die de blauwe planeet werd genoemd door de astronauten. Een planeet vol variatie, met heel veel wolken. Een planeet ook die met verschillende golflengten bekeken zou kunnen worden. Er werden proefgebieden aangewezen op de aarde. Proefgebieden waarvan foto's werden gemaakt in verschillende golflengtes. In zichtbaar licht, maar ook in ultraviolet en in infrarood. Foto's waarop werd gezocht naar kenmerken van de bodem. Foto's die een indicatie konden leveren over een nieuwe rijkdom aan mineralen. Foto's die iets konden zeggen over ziektes in gewassen. En foto's die iets konden vertellen over sneeuwvoorraden, zodat uiteindelijk met behulp van ruimtefoto's misschien voorspeld kon worden of er een droogte in aantocht was of juist een periode waarin men water in overvloed had. De beelden konden worden gemaakt van ieder land waarover men passeerde. En dat was in het algemeen tussen de 50 graden noorderbreedte en de 50 graden zuiderbreedte. Hier de straalstroom. Een deel van het weersysteem waarbij wij hier in Europa erg veel te maken hebben. We zitten nu in de buurt van Spanje als we deze beelden vanuit de ruimte bekijken. Voor de meteorologie kon de ruimtevaart van veel belang zijn, want met de foto's van de bewolking konden we leren om het weer op korte termijn beter te voorspellen. Het Gemini-project leerde dat Apollo van start zou kunnen gaan.
Men kon het project afronden en gaan werken aan die doelstelling die president Kennedy in 1961 had gegeven. Om voor 1970 een mens op de maan te laten landen en hem veilig te laten terugkeren naar de aarde. Hier het spel van licht en donker, de zon die op een capsule schijnt in de raampjes. En dan een zonsverduistering vanuit de ruimte. Ook dat is mogelijk. Astronauten hebben ieder anderhalf uur één keer de opkomst en ondergang van de zon. En als zich dan een zonsverduistering voordoet, kunnen zij die ook vanuit de capsule bekijken. De terugkeer naar de aarde gebeurde weer met een hitteschild. En de capsule die zal dan gaan draaien. Hij komt tollend die atmosfeer van de aarde binnen. Met een automatische camera wordt nu die terugkeer in de atmosfeer voor u getoond. En u ziet het effect. Voor de capsule lijkt het alsof de aarde draait. In werkelijkheid draait de capsule ten opzichte van de aarde. De hete stukken hitteschild vliegen langs de ramen als kleine brokjes vuur. De remparachutes gaan open. En de Gemini-capsules kwamen aan één parachute terug naar de aarde. De landingstechniek moest ook heel precies worden. De capsules moesten binnen enkele honderden meters van een vliegdekschip neer kunnen komen. Op het laatst was de techniek zo precies dat men het schip niet eens meer durfde neer te leggen op de berekende plaats van de landing. De splashdown. En de berging. U zult een groene vloeistof rond de capsule zien. Een vloeistof die markeert waar de capsule is, maar die ook een stof bevat tegen haaien. En moet ieder gevaar vermijden. In november 1966 kon het Gemini-project worden afgesloten. De Amerikanen waren gereden om een nieuwe capsule te gaan testen, de Apollo-capsule. In de Apollo-capsule was plaats voor drie mensen. Drie mensen waarvan er twee op de maan konden gaan lopen en een derde in een baan om de maan kon blijven. Gemini was afgelopen. Apollo kon beginnen. Een nieuwe raket, de Saturnus V. De hoogte van de Saturnus V, 110 meter, vergelijkbaar met de Domtoren in Utrecht. Grote lanceerkamers op Cape Canaveral. Honderden en duizenden technici. Zoals gebruikelijk werden de Apollo-capsules en de Saturnus V raket eerst met onbemande vluchten getest. Op zo'n onbemande vlucht werd met een automatische camera gefilmd hoe een rakettrap werd afgestoten. En hier in een tekenfilm laten we zien hoe de Apollo-capsule moet terugkeren in de dampkring. Het bijsturen met kleine stuurmotoren van het bedieningscompartiment. Vervolgens het loskoppelen van de Apollo-capsule en het hitteschil dat gloeiend heet wordt. De tekenfilm laat zien hoe het werkelijk moet gaan. En dan kan een onbemande proef worden genomen om te kijken of de capsule zich werkelijk zo gedraagt. Hier is een onbemande capsule in de oceaan geplonst. Blijkbaar kan het. De capsule is wel zwart geblakerd, maar hij kan worden gebruikt voor een bemande vlucht naar de maan. Edwin Aldrin, astronaut van de Apollo 11, de tweede man die op de maan zou gaan lopen. Neil Armstrong, de eerste man die op de maan zou gaan lopen. Neil Armstrong, geboren op 5 augustus 1930, zou de commandant worden van deze eerste bemande maanvlucht. We zullen die vlucht nu in detail gaan volgen. En hier het instappen, het klaarmaken voor de vlucht, het zwaaien naar de verslaggevers. Een historisch moment. Het is juli 1969. Het oorspronkelijke commentaar tijdens de beelden van de lancering en daarna het afdalen op een maanoppervlak zullen we niet met commentaar onderbreken. Dat kunt u nu gaan volgen.
We're go, same type, we're go. Altitude, velocity, light. In and down, 220 feet. 13 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right level. Good. Okay. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. ...21 juli 1969. De eerste voetstap kan worden gezet op de maan. Het is een opmerkelijk landschap. Bijna kleurloos. De maanlander is niet weggezakt en we krijgen rechtstreekse beelden van die eerste voetstap. Een zwart-wit camera kijkt hoe Neil Armstrong die voetstap op de maan gaat zetten. De voetstap. En dan het nemen van bodemmonsters, want dat was de eerste opdracht. Als er onverhoopt een snelle terugkeer nodig was naar de aarde, moest er tenminste een bodemmonster van de maan zijn meegenomen. Edwin Aldrin, gefotografeerd door Neil Armstrong. De helm en daarin weerspiegelt de eerste mens op de maan. Beelden van die historische nacht, 21 juli 1969. Maanmannetjes dansen in een vreemde wereld. De Amerikaanse vlag wordt op de maan geplant. Er worden enkele passieve instrumenten geplaatst. Maanbevingen worden geregistreerd. En een soort aluminiumfolie moet deeltjes van de zon uit de zogenaamde zonnewind gaan opvangen. Het is te zien dat er mensen hebben rondgelopen op de maan. En het opstijgen van de maan is een spannend moment, maar het geschiet feilloos. Het bovenstuk van de maanlander stijgt op en gaat in een baan om de maan koppelen met de Apollo-capsule die is achtergebleven. En we zien onze aarde. En dan de terugkeer. De berging. De mensen die van de maan zijn gekomen kunnen zijn besmet met vreemde materialen. En daarom besluit NASA om een soort quarantaine, een afzondering in te voeren. Op het vliegdekschip Hornet staat men te wachten. En daar zijn ze, de drie mannen die naar de maan zijn geweest. Twee hebben er rondgelopen. Ze stappen in een caravan die hun lang in afzondering zal brengen, zodat we zeker weten dat er geen bacteriën van de maan op aarde terecht zullen komen. De familieleden staan te wachten. Mevrouw Aldrin en Edwin Aldrin. Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. En zijn vrouw moet ermee bellen en ze staat op een afstand van 2 meter. De maanstenen. Voorzichtig wordt de eerste kist met maanstenen in Houston opengemaakt. Ook de maanstenen moeten in quarantaine. In hoog tempo ontwikkelt zich het Apollo-project en het wordt afgesloten met de vlucht van Apollo 17. Op 7 december 1972, de enige lancering in het Apollo-project die in de nacht plaats zal vinden. Op de vlucht van Apollo 17 is er voor het eerst een geoloog in de bemanning, Harrison Schmidt. Het is intussen routine geworden, hier is Schmidt.
De voorbereidingen verlopen feilloos. Slechts één keer is het misgegaan. Bij de vlucht van Apollo 13 heeft zich een explosie voorgedaan. Daarna, bij 14, 15 en 16 ging het goed. En 17 zal het Apollo-project gaan besluiten. Het vluchtleidingscentrum op Cape Canaveral en de lancering in de nacht. In Nederland was het donderdagmorgen 7 december 1972, 6:33 in de ochtend. De laatste lancering was geslaagd en de maanlander was tevoorschijn getrokken uit de derde trap van de Saturnus V-raket. Het maanoppervlak, gezien vanuit de Apollo 17-capsule en de Apollo 17-maanlander op de maan. Voor de derde keer was er een auto meegenomen, een maanauto. De grote parabolische antenne links diende voor het contact met de aarde. Opnieuw werd er een Amerikaanse vlag geplant, maar er was al afgesproken dat dit niet, zoals vroeger betekende, dat de maan Amerikaans bezit zou zijn. Maanfoto's werden in Houston in het vluchtleidingscentrum bekeken, terwijl astronauten rondliepen op de maan. De wetenschapsmensen gaven aanwijzingen over de plaats waar bodemmonsters genomen moesten worden. Ze discussieerden over de gegevens die ze binnenkregen, maar in dit geval was er ook een geoloog op de maan. U ziet de inspanningen en zelfs het tuimelen terwijl men probeert een holle buis in de bodem te drijven. Het is moeilijk om te werken bij 1/6 van de gewone zwaartekracht. 3 maal verlieten de astronauten van de Apollo 17 hun maanlander om hier met een hamer stukken van stenen af te hakken. Het zou een vlucht worden met een groot aantal goed gedocumenteerde bodemmonsters. Een vlucht die een waardig besluit zou worden van 6 bemande landingen op de maan. Er deed zich 1 probleem voor met een spatbord op de maanauto. Dat brak af. En daardoor kregen de astronauten opspattend maanstof op de helm. Ze hebben dit op de maan gerepareerd. U ziet dat hier. Een pagina uit het vluchtschema werd erop bevestigd. En dit leverde hun meteen het erelidmaatschap op van de Duitse Wegenwacht, de ADAC. Eugene Cernan en Harrison Smith hebben bodemmonsters verzameld die tot grote opwinding zouden leiden. 1 keer kwamen ze uit bij een krater waarin de rand zich een oranjeachtig stof bleek te bevinden. Eerst zien we hier Cernan bij de maanlander. De rode band op zijn benen en zijn armen laat zien dat we hier te maken hebben met de commandant. Het was de manier voor deze mensen in Houston en voor ons kijkers op aarde om te herkennen met wie we bezig waren. Het panorama, een heel bergachtig gebied, vol rotsblokken. U ziet de heel fijne indruk die de voetstappen op de maan maakten. Ze rollen met stenen. Het is bijna een spel geworden. Voetbal spelen op de maan. Het vluchtleidingscentrum volgt van minuut tot minuut de verrichtingen. En opnieuw ziet u een klein probleempje. Struikelen. Het is niet gevaarlijk, het ruimtepak kan er tegen. Een camera zit gemonteerd op de borst van de astronauten. Zo kunnen ze foto's en films maken. Ze kunnen documenteren wat ze meenemen. Dat documenteren geschiet ook met een driepootje. Daarop zit een kleureiking. En hier de oranje maanstof.
dat tot opwinding zou leiden omdat men dacht dat hier actief vulkanisme een rol zou spelen. Later bleek de kleur, de oranje kleur, te zijn veroorzaakt door heel fijne glasbolletjes in dat stof. De wetenschappelijke opbrengst van de vluchten was aanvankelijk al erg groot, maar hij zou in de jaren die volgden nog veel groter worden. Nog steeds, in 1982, is slechts 10% van alle maanbodemmonsters onderzocht. Huppelen op de maan. De gesprekken tussen astronauten en het vluchtleidingscentrum verliepen in een code, een taal die moeilijk te volgen was omdat ze vol afkortingen zat, zoals eigen is aan iedere taal die nieuw wordt ontwikkeld. Het ruimtepak is geweldig zwaar, maar biedt wel de mogelijkheid om veel zaken in op te bergen. En dan krijgen we het afscheid van de maan. Cernan heeft een maansteen in de hand die bestemd is voor alle jongeren op deze planeet Aarde. Een symbolisch cadeau wat hij meeneemt om afscheid te nemen van een tijdperk. Want na deze landing van Apollo 17 zou er voorlopig geen nieuw plan worden gemaakt om voet te zetten op de maan. In de Apollo-capsule werden intussen ook experimenten gedaan. In het bedieningscompartiment zaten filmcamera's en andere instrumenten waarmee de maanbodem werd bekeken. Hier ziet u die in de zijwand goed zitten. De capsules met deze films, met belichte films, moesten tijdens een ruimtewandeling worden opgehaald. Maar eerst moesten we terugkomen, lanceren vanaf de maan. We konden de beelden volgen met de televisiecamera die zat gemonteerd op de maanauto. En dan een koppeling in een baan om de maan. De stijgtrap kijkt nog even terug naar de maanbodem, ziet de daaltrap staan, ziet alle sporen die zijn achtergelaten door het enkele dagen rondrijden met een maanautootje. Van de 3 astronauten zijn er 2 op de maan geweest en 1 is er achtergebleven in een baan rond de maan. Deze beelden van de achtergebleven daaltrap van de maanlander worden ook gemaakt met de automatische camera die op de maanauto is bevestigd. Het was een unieke mogelijkheid om te kijken in die andere wereld. En hier die koppeling. De vreemd gebouwde stijgtrap van de maanlander gaat via een radardoel koppelen met de Apollo-capsule en een kijkje in die capsule. Harrison Schmidt. We zien de aarde boven de maanhorizon. Een afstand van 400.000 kilometer scheidt de astronauten. En dan komen ze terug. De laatste splashdown van een Apollo-capsule die naar de maan is geweest. En op het moment dat de plons in het water volgt, wist men in Houston dat alles goed was gegaan. Het maanproject van de Amerikanen was geëindigd. De bemanning is terug op aarde. In het vluchtleidingscentrum in Houston worden voor de laatste keer alle instrumenten uitgeschakeld. Lege monitoren. Het maanproject is ten einde. Het is een project wat de Verenigde Staten eer en roem heeft gebracht. Alleen de emblemen herinneren er nog aan. Skylab, een ruimtestation dat de Amerikanen 3 maal zouden bemannen. Het ruimtestation Skylab werd gebouwd met restanten uit het Apollo-project. Overgebleven hardware, zoals dat heet. De lancering van het onbemande laboratorium vond plaats op 14 mei 1973. De laatste keer dat er een Saturnus V raket gebruikt zou worden voor een lancering. Er deden zich problemen voor bij deze lancering. Een beschermend hitteschild rond het Skylab werd afgescheurd. Er moest een noodoplossing worden bedacht. Er kon voorlopig geen bemanning naartoe.
koorsachtig werd er gewerkt aan een soort parasol die door de eerste bemanning boven het Skylab opgericht kon worden. Er werd een prototype gemaakt van zo'n parasol. En vervolgens moest men ook nog kijken hoe de werkzaamheden in de ruimte konden verlopen. Hoewel het ruimtelaboratorium om de aarde draaide, was het nog niet direct bruikbaar. De gewichtloosheid werd gesimuleerd in een grote watertank en daar werden de werkzaamheden gerepeteerd. Het hitteschild werd getransporteerd naar Cape Canaveral. En dan de eerste vlucht. Skylab 2 werd die genoemd. Skylab 2 met als bemanning Conrad, Kerwin en Weitz. Drie mensen die gedurende 28 dagen en 50 minuten in het ruimtestation zouden gaan wonen. Dit is het hoofddeel, een omgebouwde Saturnus 4B-raket met daarin de woon- en werkruimte voor de bemanning. Dit deel zou zijn voorzien van twee vleugels met zonnepanelen, maar één van de twee vleugels was afgebroken bij de lancering. Een tweede zat beklemd en moest tijdens een ruimtewandeling worden losgemaakt. De Apollo-capsule met drie astronauten koppelde in de ruimte aan het op dat moment onbemande ruimtestation. Hier beelden van die koppeling. Het doel was zowel optisch als met radar geïdentificeerd. De koppelingen verliepen steeds uitstekend. De problemen hebben zich in feite alleen voorgedaan bij de lancering van het onbemande ruimtestation toen de Saturnus V-raket voor het laatst werd gebruikt. En zo draaide het ruimtestation in een baan om de aarde, in de vorm van molenwieken, vier vleugels met zonnepanelen die de instrumenten van energie voorzagen. Er werden proeven gedaan, zoals hier een druppel die in gewichtloze toestand wordt bestudeerd. Men kan de gewichtloosheid van de ruimte gebruiken voor een aantal fabricageprocessen. Je kunt zich dat heel simpel voorstellen. Als je op aarde iets wilt mengen, heb je een vat nodig om het in te doen. Je krijgt altijd een verontreiniging van de wand van het vat. In de ruimte heb je het vat niet nodig. De stoffen die je wilt mengen blijven zweven en daardoor kunnen ze heel zuiver worden. Hier gaat een gewichtloze druppel op en neer. De astronauten zelf waren ook gewichtloos. U ziet hier de toegangspoort, dat heette het Multiple Docking Adapter, naar de instrumenten en ze trimmen. Ze lopen rond in die Saturnus 4B-raket trap die is ingericht om te wonen en te werken. Acrobatisme is een simpele zaak als je gewichtloos bent. Niet alles was serieus. Hier spelletjes met een bal. En we zien Kerwin die de bal werpt. De landing van deze eerste bemanning zou plaatsvinden 28 dagen en 50 minuten nadat ze van de aarde waren vertrokken. De volgende bemanning, Skylab 3. De lancering op 28 juli 1973. De astronauten Alan Bean, Jack Lausma en Owen Garriott. Beelden van Skylab in de ruimte. We kijken bovenop de wieken die de energie leveren voor de zonnetelescopen en hier het min of meer wapperend schild dat de temperatuurhuishouding in de centrale werkruimte veilig moet stellen. Opnieuw het koppelingsdoel. De bemanning zal in totaal 59 dagen en 11 uur in de ruimte blijven. De crawler op Cape Canaveral, het grootste transportvoertuig ter wereld. En dan een wandeling in de ruimte. Er moeten filmcassettes worden opgehaald bij de telescopen, de zes telescopen die voortdurend op de zon zijn gericht. Met een lijn zijn de astronauten verbonden met het Skylab. Ze hebben nu geen pistool bij zich om zich te bewegen, zoals tijdens de Gemini 4-vlucht,
maar ze houden zich vast aan klemmen die aan de buitenkant van het ruimtelaboratorium zijn aangebracht. Dit is het bedieningspaneel voor de 8 telescopen en andere instrumenten die op zon en aarde werden gericht en beelden van de zon, uitbarstingen op de zon. We kregen de zon in röntgenstraling te zien, felle details. Met computerbewerkingen werden verschillende kleuren aangebracht in deze plaatjes. Dit is een zonnevlam, een plotselinge uitbarsting, een opheffen van gas boven het oppervlak van de zon. De zon in al zijn activiteit, het beïnvloedt het leven hier op aarde. De bomen gaan harder groeien en het radioverkeer wordt gestoord. Het zijn allemaal verschillende beelden van de zon, die steeds weer die grote lusvormige protuberantie tonen. Gasverheffingen die groter zijn dan onze planeet aarde. In het Skylab werden intussen proeven genomen met een bestuurbare stoel. Een stoel die tot op heden verder niet is gebruikt, maar die alleen is uitgetest in het Skylab-project. Een spin, Arabella, mocht in gewichtloosheid een web gaan weven. Het was waarschijnlijk dat het weven van een web afhankelijk is van de zwaartekracht hier op aarde. Het web in de ruimte werd onregelmatiger, maar het werd gemaakt. Arabella wist zich in de ruimte te handhaven. Ruimtewandelingen werden heel regelmatig gemaakt. Er moesten steeds weer nieuwe cassettes worden aangebracht in de filmhouders bij de wetenschappelijke instrumenten. De beelden waren fascinerend. We kijken op de vleugels met zonnecellen. De vleugels die weliswaar niet optimaal functioneerden, omdat er één vast zat bij de lancering en een tweede werd afgebroken, maar die desondanks de energie leverde en de terugkeer op aarde. De vlucht had 59 dagen, 11 uur en 9 minuten geduurd. De derde en laatste bemanning kon vertrekken, Skylab 4, lancering op 16 november 1973, met astronauten Carr, Gibson en Polk. Een grote fotocamera wordt op zijn plaats gebracht. Hiermee worden foto's van de aarde gemaakt in verschillende golflengten. De foto's worden gecombineerd en zo gaat men onderzoek aan gewassen doen, men gaat geologisch onderzoek doen. Men gaat de oceanen bestuderen. Het aardonderzoek was een afzonderlijk experiment op Skylab. Er zijn duizenden en duizenden foto's gemaakt die nu nog steeds worden gebruikt door onderzoekers over de hele aarde. Vulkanische gebieden, maar ook gebieden waar vele mineralen en ertsen liggen opgeslagen. Er zijn nieuwe bodemschatten ontdekt, er zijn nieuwe landkaarten gemaakt. Maar we kregen ook gewoon heel mooie plaatjes vanuit de ruimte. Proeven in gewichtloosheid. Serieuze proeven en minder serieuze proeven. In de gewichtloosheid van de ruimte moet je altijd bezig zijn. Het vluchtschema voorzag in een aantal uren ontspanning per dag. De astronauten hadden contact met de aarde, met hun eigen familie. Ze maakten grappen, ze lazen boeken, ze hadden een eigen slaapruimte. Kortom, het begon een vrij normaal verblijf te worden. Maar tussendoor moesten ze werken. Hier een van de vele ruimtewandelingen die in feite heel gewoon waren geworden in deze fase van de bemande ruimtevaart. En we zijn nu in het jaar 1973. De aarde wordt weer bekeken. Als ontspanning en telescopen worden bediend. Maar ook sokken onder de kerstboom. De astronaut hoopt een cadeau te krijgen. De kerstboom moet worden gemaakt van lege blikjes. En een kerstster erop. Het geheel is compleet. Een vlucht van 84 dagen, 1 uur en 16 minuten was ten einde gekomen. De capsule wordt aan boord gehesen. En dan komt er nog één Apollo-capsule,
die zal koppelen met Russen. De Apollo Soyuz testvlucht. We zien eerst beelden van de start van de Russen. De Russen gebruikten hiervoor de Soyuz 19 capsule, die werd gelanceerd op 15 juli 1975. Beelden van de lancering van de Russen en het vluchtleidingscentrum in Kalinin dat nieuw was gebouwd voor deze vlucht. Vervolgens zouden de Amerikanen gaan. De raket die werd gebruikt was de kleinere Saturnus 1B, omdat voor een baan om de aarde geen Saturnus 5 nodig was. Het aankleden van commandant Stafford en van Sleten en Brandt op Cape Canaveral staan de toeschouwers te kijken in lange rijen naar deze lancering die moet leiden tot een koppeling in de ruimte tussen Russen en Amerikanen. Het was ook de laatste keer dat een Apollo-capsule gebruikt zou worden. En in een heleboel opzichten werd de primitieve bemande ruimtevaart afgesloten. De wegen rond Cape Canaveral waren vol. Er werd gewacht op het aftellen van de Saturnus 1B-raket in de vuurkamer. De astronauten, de drie Amerikanen, liggen in de capsule. De vlucht was begonnen met de ondertekening van een overeenkomst in Moskou tussen Kosygin en de Amerikaanse president Richard Nixon. Het Russische vluchtleidingscentrum, geheel gemoderniseerd, en dan de koppeling. Hier de Apollo-capsule en hier de Russische capsule. De koppeling gaat een feit worden. Contact. Capture. We also have capture. En dat waren beelden van die koppeling in de ruimte en het openen van het luik. Russen en Amerikanen konden elkaar een hand gaan geven op een hoogte van enkele honderden kilometers boven de aarde. Dat was Leonov, Alexei Leonov, de commandant van de Russen. Dick Sleten, een van de drie Amerikanen. Russisch ruimtevoedsel wordt aan Amerikanen gegeven en Amerikanen proeven van het Russische voedsel. Een munt uit twee delen wordt samengevoegd in de ruimte door de Amerikaanse commandant Tom Stafford. Eén deel is meegevoerd door de Amerikanen, één deel is meegevoerd door de Russen. Eén kant is in het Engels, de andere kant is in het Russisch. Het koppelingstuk zelf was gemaakt door de Amerikanen. Dat was één van de manieren die de Amerikanen hadden ingebouwd om zeker te zijn. Ze maken foto's van elkaar, ze wisselen camera's uit. De koppeling in de ruimte zal nooit een vervolg krijgen. Here we should have confirmation of undocking and a real-time television picture of Soyuz from Apollo as it backs away in preparation for the solar eclipse experiment. Een van de experimenten die werden uitgevoerd was een kunstmatige zonsverduistering en daarover hoorde u de vluchtleiders praten. De capsule werd voor de zon gehouden, waardoor de zon verduisterd bekeken kon worden, de Russische Soyuz 19. En hier ziet u beelden van de landing. Het lijkt een geweldige stofwolk, maar hij wordt voor een groot deel veroorzaakt door de remraketten, die de snelheid van Leonov en Kubasov afremt.
Russen waren als eerste vertrokken en ze kwamen ook als eerste terug op de aarde. De Amerikanen zouden vele dagen langer in de ruimte blijven, omdat ze meer experimenten moesten uitvoeren. Maar hier ook de terugkeer van de Amerikanen. De laatste splashdown van een Apollo-capsule. De drie Amerikanen stappen uit en gaan aan boord van het bergingsschip. De grote ballonnen op de top van de capsule worden gebruikt om de capsule te laten kantelen. Nu aandacht voor de Russische ruimtevaart. Rusland had niet stilgezeten in deze tijd. Na de eerste vlucht van Yuri Gagarin had men het ene spektakel na het andere uitgehaald. German Titov was met de Vostok 2 in de ruimte geweest. Vervolgens Andrian Nikolaev en Pavel Popovich, Valery Bikovsky en de eerste vrouw Valentina Tereshkova. Een heel grootse prestatie van de Russen was de eerste wandeling in de ruimte. Daarvan zijn deze beelden. We zien Leonov, Alexei Leonov, die we juist al tegenkwamen bij de koppeling in de ruimte. Leonov die had zijn eerste vlucht gemaakt op 18 maart 1965. Hier het aankleden voor die vlucht, de vlucht van de Voskhod 2. Met Leonov bevond zich aan boord van de Voskhod 2 Pavel Beljaev. U ziet het vizier wat aan de binnenkant van de helm zit. Het instappen. En weer de autobus die de cosmonauten naar het lanceerplatform brengt. In de steppen bij Baikonur bereiden de cosmonauten zich de laatste dagen voor op zo'n lancering. Het ziet er allemaal erg huiselijk uit. Een autobus die wegrijdt van het verblijf van de cosmonauten in de richting van de gereedstaande raket. Het is informeler als bij de Amerikanen en na al die Amerikaanse beelden zien we pas het geweldig grote contrast. Er worden vriendelijke gesprekken gevoerd en de cosmonauten zullen, voor ze de raket instappen, afscheid nemen van het Russische volk. Ze zullen zeggen dat ze gereed zijn om een reis in de ruimte te gaan maken. Ze zullen zeggen dat ze gereed zijn om een opdracht van het land uit te voeren. En dan krijgen we beelden van de eerste wandeling in de ruimte, Alexei Leonov. Opnieuw waren de Russen de Amerikanen te vlug af geweest. De Amerikanen zouden veel prestaties beter doen, maar de Russen waren systematisch de eerste. En dan nu uitgebreid beelden van de landing in de bossen. De Russen hebben niet, zoals de Amerikanen, een grote oceaan ter beschikking om te landen. Om zuiver praktische redenen moeten ze wel terugkeren op de vaste aarde. Op zich is dat niet moeilijker dan een landing op het water. Maar het betekent wel dat je de snelheid behoorlijk moet reduceren en ze komen hier neer in een bosachtig gebied wat moeilijk toegankelijk is. Ze worden, net als Amerikanen, als helden begroet en delen handtekeningen uit. Het duurt alleen lang voor ze worden opgepikt. Er is wel verbinding, maar de helikopters kunnen er niet landen. Er moeten zelfs bomen worden gekapt. En als ze dan uiteindelijk uit dit gebied geborgen kunnen worden, dan kunnen ze daar niet met een auto bij. Ze zullen op skis dit gebied moeten gaan verlaten. De hulp is wel meteen aanwezig. In de begintijd van de Russische ruimtevaart was dat overigens een groot probleem. Hier Leonov weer en ze krijgen wat te eten en te drinken. In de begintijd heeft het vaak uren geduurd. Voor een bemanning van Russen die terugkeerde uit de ruimte was gevonden. Later zou men zoveel helikopters inzetten dat men steeds binnen seconden ter plekke was. Leonov op skis. De Voskhod is terug op aarde. Maar de Voskhod zou ook de laatste capsule zijn van dit type die werd gebruikt. Rusland zou met een nieuw type capsule komen, de Soyuz.
en de Soyuz zou aan de lopende band worden gebouwd. Hier nog laatste beelden van de berging van Leonov na de vlucht in de Voskhodweg. De vlucht die Alexei Leonov maakte samen met Pavel Beljajev. Het Soyuz-tijdperk, een tijdperk dat begon met de vlucht van de Soyuz 1 op 23 april 1967 en een tijdperk dat nog steeds voortduurt. De Soyuz-capsules worden niet alleen gebruikt voor bemande vluchten, maar ook in een iets gewijzigde vorm voor onbemande vluchten. De capsules worden dan gebruikt om foto's van de aarde te maken als militaire verkenningssatellieten. Hier de raket die wordt gebruikt voor de lancering van dit type ruimtevaartuig. Ook Rusland heeft een hele serie verschillende raketten met een verschillende draagkracht ontwikkeld. Maar het systeem is steeds hetzelfde. De raketten worden op een spoorwegwagon naar het lanceerplatform gereden. De bemande vluchten vinden steeds plaats vanaf de basis Baikonur, een steppenachtig gebied dat in de begintijd van de ruimtevaart werd gecreëerd. De raket wordt aangekomen op het lanceerplatform rechtop gezet. Vier grote grijparmen houden dan de raket vast. De raket wordt slechts enkele dagen voor de lancering naar dat platform gebracht en het hele lanceerklaarmaken gebeurt binnen die twee dagen. Beelden van het aankleden van Russische cosmonauten. Op het gebied van rakettechnologie heeft Rusland wel een grote leiding opgebouwd bij krachtige raketten, maar bij de hoeveelheid brandstof en de mixage van brandstoffen heeft Amerika duidelijk de leiding. Het vluchtleidingscentrum maakt nog steeds een minder geavanceerde indruk als we naar de Russen kijken. Hier periscopen die wel werden gebruikt in de begintijd van de Amerikaanse ruimtevaart, maar daarna niet meer. De lancering van een van de meer dan 40 Soyuz-capsules die intussen in de ruimte zijn gebracht. De eerste vlucht van de Soyuz 1 is zeer onfortuinlijk geëindigd. Er was één cosmonaut aan boord, Vladimir Komarov. Deze kwam bij de landing om het leven. Hier op een animatiefilm getekend hoe de zonnepanelen en de antennes in de ruimte uitklappen. Hier de zonnepanelen, juist de antennes. En we zagen ook hoe de besturing geschiet. De beelden die zijn gemaakt in de gewichtloosheid. Het ruimtekostuum wordt uitgedaan en wordt opgeborgen. In de capsules hebben astronauten en cosmonauten tegenwoordig geen ruimtepak meer aan. Eer het nuttigen van ruimtevoedsel door de Russen tijdens een van die vluchten. Ook hier speelse momenten en het vluchtleidingscentrum dat werd vernieuwd met de vlucht van de Soyuz 19 waar de koppeling in de ruimte werd uitgevoerd. Getekend hoe de besturing plaatsvindt bij deze Soyuz-capsule die in de ruimte zit. Rusland ontwikkelde voor de Verenigde Staten een manoeuvreerbare bemande ruimtecapsule. Op rechtstreekse beelden vanuit de ruimte laat de Russische televisie het vluchtverloop zien. Beelden van een landing waarbij een parachute samenwerkt met remraketten. Opnieuw zult u een soort rookpluim zien bij de landing. Die pluim is niet het opwaaiend stof, maar is voor een deel veroorzaakt door de remmotoren die worden gebruikt om de snelheid van de capsule te verminderen. Rusland heeft overigens vaak gebruik gemaakt van schietstoelen. Schietstoelen die de cosmonauten uit de capsule bevrijden net voor ze de aarde bereikten. En hier de berging. Ook cosmonauten moeten oefenen voor een landing in vreemde gebieden. Hier de watertraining voor het geval ooit een Russische vlucht op het water zou eindigen.
Tot op heden is dat echter nooit gebeurd. De fabriek waar de capsules worden gemaakt. En een kijkje in deze capsules. De bemande ruimtevaartuigen van de Russen bestaan uit drie verschillende delen. Eén deel achteraan met instrumenten, een middendeel en een voorstuk. Een van de twee overige delen wordt gebruikt voor de landing. Het derde deel dient voor het verblijf van de bemanningsleden tijdens de lancering en de landing. Het ruimtestation. Rusland heeft in totaal 6 ruimtestations in de eerste kwart eeuw van de ruimtevaart gelanceerd. De Salyuts 1 tot en met 6. Erg bekend daarvan werd het ruimtestation Salyut 6, dat intussen al 4 jaar dienst doet. Het Salyut ruimtestation in de ruimte. De beelden worden gemaakt door zo'n capsule, een Soyuz die komt aanvliegen. En hier de koppeling tussen Soyuz capsule, u ziet het knipperlicht, een zwaailicht, en dan even een klein schokje en de Soyuz zit vast aan de Salyut. Het is overigens mogelijk om meerdere Soyuz capsules gelijktijdig te koppelen aan één Salyut ruimtevaartuig. Hier het wegvliegen. Op die manier heeft Rusland een aantal keren 4 mensen gelijktijdig in 1 Salyut gehad. Het ruimtevoedsel van de Russen. Het heeft nog vaak de vorm van tubes met pasta die in de mond leeggeknepen moeten worden. Het Russische ruimtevoedsel is ook in dit opzicht primitiever dan het Amerikaanse ruimtevoedsel dat meer lijkt op vliegtuigmaaltijden. De Russen gebruiken de bemande vluchten ook voor het onderzoek van de aarde. Dat doen ze gedeeltelijk met een in Oost-Duitsland gebouwde camera, de MKF-6-camera. Verder voeren ze experimenten uit voor Russische wetenschapsmensen en voor geleerden uit Oostbloklanden. De internationale samenwerking gaat overigens heel ver, want 9 maal heeft Rusland in de eerste kwart eeuw van de ruimtevaart een cosmonaut van een ander land meegenomen als gast in de capsule. Beelden van een van de standaard lanceringen in het uitvoerige Soyuz-programma. Heel gedetailleerd is hier te zien hoe de raket het lanceerplatform bereikt. De 9 landen die intussen een cosmonaut hebben geleverd in dit Intercosmos-programma zijn Tsjechoslowakije, Polen, Oost-Duitsland, Bulgarije, Hongarije, Vietnam, Cuba, Mongolië en Roemenië. In de modernste versie van de Soyuz-capsule is er plaats voor 3 cosmonauten. Deze capsule wordt aangeduid als de Soyuz-T. Beelden van de training van cosmonauten in een centrifuge om een extra belasting te testen. Proeven om de conditie na te gaan, maar ook proeven om de landing onder bizarre omstandigheden te simuleren. Hier beelden gemaakt op het water tijdens een noodlanding. Ook hier worden rooksignalen gegeven om de positie te markeren. En nog eenmaal gaan we kijken naar het begin van zo'n Russische vlucht, het aankleden. De aankleedkamer waar de ruimtepakken van de cosmonaut worden aangedaan. Dit zijn beelden die zijn gemaakt net voor de cosmonauten aan boord gaan van de capsule. Ze zeggen via een microfoon dat ze gereed zijn de vlucht te gaan maken. Ze beloven de opdracht te gaan uitvoeren. De raket staat startklaar.
een van de 40 Soyuz-capsules, kan weer naar een baan om de aarde worden gebracht. Rusland gebruikt operationeel bemande ruimtevaartuigen en is waarschijnlijk nu bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een permanent bemand ruimtestation. Hier ziet u Kubasov beneden in beeld. De langste vlucht die de Russen hebben gemaakt heeft 185 dagen geduurd, maar ze hebben ook een vlucht van 175 dagen gemaakt. Eén cosmonaut was op beide vluchten. Hij is in totaal meer dan een jaar in de ruimte geweest omdat hij 3 vluchten heeft gemaakt. Beelden van het nieuwe vluchtleidingscentrum dat de Russen hebben gebouwd. En tot zover ons overzicht van de Russische bemande ruimtevaart. De moderne ruimtevaart speelt zich weer voornamelijk af in de Verenigde Staten. We nemen afscheid van de Russen en gaan kijken naar de Space Shuttle. De Space Shuttle is eerst getest tijdens vluchten, waarbij hij op de rug van een Boeing 747 werd meegenomen naar een hoogte van een kilometer of 7. Het is 1977. De eerste testvluchten voerden de orbiter, de Enterprise was de naam, tot een hoogte van 8 kilometer. Vanaf die hoogte begon de Enterprise zelfstandig te landen. En dat betekende dat hij bijna als een baksteen uit de hemel viel, want motoren werkten er niet. Het is een landing zoals die wordt uitgevoerd door een zweefvliegtuig. De landingen vonden plaats in een droog woestijngebied aan de westkust van de Verenigde Staten. De Enterprise, die u hier ziet, is overigens geen vluchtwaardige orbiter, omdat de hoofdmotoren ontbraken. Het uitklappen van het landingsgestel, dat na 5 keer nieuwe banden moet krijgen. Een geslaagde landing. En hier nog een keer heel gedetailleerd het uitklappen van het landingsgestel, het aanvliegen naar die baan. NASA monteert steeds automatische camera's, ook om de verrichtingen goed te kunnen volgen. En met een geweldige precisie komt de orbiter hier op aarde terecht. U ziet T-38 straaljagers meevliegen. De neus duikt even als de orbiter de grond raakt. In deze straaljagers zitten vaak astronauten. De datum 12 april 1981. En precies 20 jaar nadat Yuri Gagarin als eerste mens in de ruimte was geweest, ging de Space Shuttle van de Amerikanen voor het eerst omhoog. Bij de lancering werken niet alleen de hoofdmotoren, maar ook 2 vaste brandstofraketten die u hier aan de zijkant van de grote brandstoftank ziet. Deze vaste brandstofraketten zijn uitgebrand op een hoogte van 50 kilometer boven de aarde. Ze worden dan losgekoppeld en vallen aan parachutes terug in de oceaan voor Cape Canaveral.
We gaan kijken naar beelden van het afstoten van die vaste brandstofraketten. Hier ziet u dat met een automatische camera. Daar gaan de raketten. Zo werd het vanaf de shuttle gefotografeerd en vervolgens gaan we er vanaf de aarde nog een keer naar kijken. Met een telelens vanaf de aarde. En het moment waarop de twee vaste brandstofraketten worden losgekoppeld. Deze raketten worden geborgen na het terugvallen in de oceaan en ze worden gebruikt, klaargemaakt voor een nieuwe vlucht. De orbiter vliegt dan door, in dit geval de Columbia, met de grote brandstoftank. Hier wordt die grote brandstoftank afgestoten. Die brandstoftank wordt niet geborgen. Voor iedere vlucht is er een nieuwe tank nodig. De brandstoftank levert de brandstof voor de drie hoofdmotoren van de Space Shuttle. Dat wil ook zeggen dat die hoofdmotoren niet meer gebruikt kunnen worden als die tank is afgestoten. In feite is dit een van de zwakste punten van het Space Shuttle project, want het betekent dat de shuttle slechts tot een baan van 500 kilometer boven de aarde kan komen. Als een hogere baan nodig is, moet er vanuit de Space Shuttle baan een nieuwe lancering plaatsvinden. We zijn nu in de Columbia en zien Bob Crippen tijdens de eerste Space Shuttle vlucht. Hij heeft de ruimtehelm afgezet. Er is een kunstmatige atmosfeer die bij de Space Shuttle bestaat uit een mengsel van zuurstof en stikstof. Hier het openen van de laadruimte. Beelden werkelijk gemaakt in een baan om de aarde. En Young, de commandant van de eerste Space Shuttle vlucht. Door het raampje van de Columbia kijken we nu naar de aarde. Dit zijn beelden uit de rechtstreekse televisieuitzending die in die periode van 12 april tot 14 april werden verzorgd. Het sluiten van de deuren van de laadruimte. In die laadruimte kan de Space Shuttle satellieten en zelfs onderdelen voor ruimtestations meenemen. We gaan nu de terugkeer naar de aarde beleven. De eerste keer was dat een spannend moment, omdat het slechts was gerepeteerd vanaf een hoogte van 8 kilometer. We zitten boven Californië. Op Edwards Air Force Base, ten noorden van Los Angeles, zal de landing gaan plaatsvinden. Pas in een later stadium zal de landingsbaan op Cape Canaveral worden gebruikt. De positie wordt gekozen om in een glijvlucht binnen te komen. In een zigzagbeweging wordt wat meer snelheid teruggenomen. Weer T-38 straaljagers die meevliegen, ook om te kijken hoe het hitteschild zich heeft gedragen. Pas op het allerlaatste moment zal het landingsgestel worden uitgeklapt, omdat bij windtunnelproeven is gebleken dat anders de Columbia zou gaan buitelen. Hier ziet u de landingsbaan in de woestijn. Feilloos ging de Columbia op 14 april 1981 na die eerste ruimtevlucht op zijn doel af. Het landingsgestel is uitgeklapt. De Columbia nadert de baan. En het moment van touchdown. Met een telelens imponerende beelden van de Columbia die zo sterk mogelijk afremt en precies op het berekende punt van de baan tot stilstand zal komen. De Space Shuttle is het begin van een nieuw tijdperk in de ruimtevaart, waarin de ruimtevaart volwassen is geworden. Er zullen in totaal 4 testvluchten worden gemaakt. Daarna is het ruimtevliegtuig operationeel en kunnen er tientallen vluchten per jaar worden gemaakt. Op iedere vlucht kunnen er 2 of 3 kunstmanen worden meegevoerd. Maar we zullen ook later zien dat een ruimtestation
gebouwd in Europa, zo naar de ruimte wordt gebracht. In de woestijn staat de Columbia te wachten op de ploegen die komen aanrijden om te kijken of er restanten van brandstof in de tank zit. En pas na een grondige inspectie zullen Young en Crippen de Columbia na de eerste vlucht in de ruimte kunnen verlaten. Nu beelden van de Europese ruimtevaart. Dit is Space Lab, het ruimtelaboratorium dat Europa bouwt als onderdeel voor de Amerikaanse Space Shuttle. En beelden van de arm die Canada bouwt, de Canadarm, waarmee satellieten vanuit de Space Shuttle naar buiten gebracht kunnen worden. Het Canadese bedrijf SPAR heeft deze arm geleverd. Transport van de lange arm was een gebeuren op zich. Het assemblagegebouw op de Cape en vervolgens de voorbereiding voor de tweede shuttlevlucht, STS-2, die plaats heeft gevonden in november 1981. Een pallet met instrumenten. Het pallet is gebouwd in Europa, de instrumenten in de Verenigde Staten, de arm in Canada. De Amerikaanse Space Shuttle zal de tweede vlucht gaan maken met voor het eerst in de geschiedenis in Europa gebouwde hardware. In Europa is dat ruimtelaboratorium gebouwd en deze beelden zijn gemaakt bij Erno in Bremen. Ook Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de bouw van dit Space Lab. De Fokkerfabrieken hebben de luchtsluis gebouwd. Dit zijn open pallets van Space Lab. Europa doet niet alleen aan bemande ruimtevaart. We leveren astronauten voor toekomstige Space Shuttle vluchten. En een van die astronauten zal een Nederlander zijn, Wubbo Ockels. Zijn vlucht zal waarschijnlijk in september 1983 van start gaan. De open pallets voor Space Lab kunnen worden gebruikt om instrumenten aan het luchtledigen van de ruimte bloot te stellen. Maar er zijn ook gesloten pallets. In de gesloten segmenten kunnen astronauten in hemdsmouwen werken. In die gesloten delen staan computers en instrumenten opgesteld die door wetenschapsmensen uit alle Europese landen worden geleverd. Voor de eerste vlucht heeft Nederland ook een bijdrage geleverd. Dit is een weersatelliet, Meteosat, een van de vele satellieten die Europa heeft gebouwd. Europa is nu een zelfstandige ruimtenatie geworden. De samenwerkende Europese landen zijn in staat om satellieten te bouwen. Ze zijn in staat om een ruimtelaboratorium, Space Lab, te bouwen. Ze hebben de technologie om zonnepanelen te maken. Ze hebben de technologie om eigen communicatiesatellieten te bouwen. Maar ze hebben ook de technologie om een eigen raket te bouwen. Met deze eigen raket, de Ariane, hebben ze al enkele satellieten, zoals de maritieme communicatiesatelliet MAREX, die u hier ziet, en de satelliet Meteosat in een baan om de aarde gebracht. Beelden van een van de Europese communicatiesatellieten die voor de Europese PTT's worden gemaakt. De eerste satelliet heette OTS, de operationele satellieten worden ECS genoemd. En hier weer Meteosat, de kunstmaan die met de derde Ariane-raket werd gelanceerd. Frans-Guyana, Kourou. Hier vinden de lanceringen plaats van de Ariane-raket. De eerste Ariane-raket werd met succes gelanceerd in december van het jaar 1978. In 1979 mislukte een lancering, maar in 1980 en 81 werd dat hersteld en nu is de Ariane vluchtwaardig. Meteosat, die u hier ziet, is met de Ariane in de ruimte gebracht. De Ariane heeft Europa onafhankelijk gemaakt van de Amerikanen. Europa is nu in staat met het commerciële bedrijf Ariane Space, waarin ook Nederland deelneemt, alle satellieten in de ruimte te brengen die ze in de ruimte willen hebben. Hier de bouw van onderdelen en trappen voor de Ariane-raket. De grootste delen van deze samenbouw vinden plaats in Frankrijk. Frankrijk heeft een meerderheidsbelang in de Ariane-raket. Nederland maakt de tussenstukken, de verbindingstukken tussen de eerste en de tweede trap en tussen de tweede en de derde rakettrap.
een uitzonderlijk transport. Raketten die naar een lanceerbasis worden gevoerd. De onderdelen komen aan in Cayenne, de haven van Frans-Guyana. Vanuit Cayenne vindt dan een transport over de weg plaats naar Kourou. En dit is de vuurkamer van het lanceerplatform in Kourou. De vraag naar Ariane-raketten is inmiddels zo groot dat er een tweede platform in aanbouw is. Het zal in 1984 in gebruik worden genomen. Hier de eerste Ariane-raket op het lanceerplatform in Frans-Guyana. Boven in de neuskegel zat de satelliet. Een luchtopname van het lanceerplatform. De vuurkamer wordt voor beide lanceerplatforms gebruikt. Deze beelden van een geslaagde Ariane-lancering nemen we afscheid van de Europese ruimtevaart. In de wereld dus drie grote ruimtevaartmogendheden: Rusland, de Verenigde Staten en Europa. Ruimteonderzoek wordt voor een groot deel bedreven ten behoeve van de astronomie. Daarom willen we u in dit programma wat laten zien van de ontdekkingen, met name in ons zonnestelsel. Telescopen kunnen sterren bestuderen, maar ze worden daarbij gehinderd door de atmosfeer van de aarde. Deze atmosfeer laat beelden trillen en bovendien kan het bewolkt zijn. De atmosfeer houdt ook soorten straling tegen. We kunnen dan radiostraling met dit soort telescopen opvangen, maar het blijft behelpen. De zon, de bron van alle energie, willen we in alle golflengten bestuderen. Dat kan alleen met behulp van ruimtevaartuigen. De zon is een ster, net als alle andere sterren, alleen staat ze dichterbij. Hier zien we röntgenbeelden van de zon en explosies op de zon. Uitbarstingen zoals we die al zagen in de Skylab-beelden. De zon is nu beter bekend dankzij de ruimtevaart, maar ook de planeten, de kleine koude bolletjes die om de zon draaien. Als we naar het zonnestelsel kijken, zien we, gerekend vanaf de zon, een aantal planeten. De eerste planeet die we tegenkomen is Mercurius. Hier zien we Mercurius voor de zonneschijf. We zien een zwart vlekje, als het ware de schaduw. Vervolgens komen we bij de planeet Venus. Mercurius is een planeet zonder een atmosfeer. Venus is een planeet met een heel dichte atmosfeer. Op Mercurius zullen we de sodenzon zien, een felle bol aan de hemel, een bar oppervlak op Mercurius. Op Venus is het ook erg warm, maar dat komt omdat dit dichte wolkendek dat u hier om Venus ziet, werkt als een broeikast. Het wolkendek laat wel de warmte van de zon erin, maar niet eruit. We kunnen op de planeten grote kloven en ravijnen vinden. Door het oppervlak van de planeten met behulp van ruimtevaartuigen van dichtbij te gaan bekijken, kunnen we veel leren over onze eigen aarde. We weten daarbij dat Venus een soort zusterplaneet is van de aarde die we hier zien. De aarde die dient tot plaats waar mensen wonen en werken. We hebben ook geleerd dat de aarde misschien minder uniek is dan we denken. We hebben dat geleerd door naar de maan te gaan. Hier zien we de maan in beeld komen. De 6 landingen op de maan leerden ons dat de maan op dezelfde manier is ontstaan als de aarde, maar toch een heel eigen ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt. We leerden dat de planeet Mars, waar hier een Mariner-ruimtevaartuig naartoe vliegt, misschien een bron is waar leven is ontstaan en in ieder geval een plaats waar leven zich enige tijd kan handhaven. Het oppervlak van Mars is bizar, zoals we hier in een tekenfilm zien. Maar het oppervlak van Mars maakt leven niet onmogelijk. Er is een atmosfeer
een heel ijle, een heel lichte atmosfeer. Maar er komt water voor op de planeet Mars. Mariner-ruimtevaartuigen hebben al vele jaren Mars van dichtbij bekeken. We hebben foto's gemaakt die het oppervlak van Mars in beeld hebben gebracht. En het waren vooral de Amerikanen die triomfen boekten bij het onderzoek van Mars. Een van de eerste triomfen was de Mariner 4 vlucht, toen 22 foto's van Mars naar de aarde werden overgeseind. De verbazing op aarde was groot. We leerden dat er kraters waren op Mars. Hier foto's van de vluchten van de Mariner 6 en 7. Langzaam maar zeker konden we de Marsglobe beplakken. We leerden het hele oppervlak kennen. De Mariner 9 voegde er nog heel veel aan toe. En daarna werd het tijd om te gaan denken over een landing op Mars. Een onbemande landing weliswaar in het begin, maar toch een landing die ons in staat stelde niet alleen met camera's, zoals op dit instrumentenplatform, het oppervlak van veraf te bekijken, maar ook van dichtbij bodemmonsters te gaan nemen. De techniek om onbemande ruimtevaartuigen naar planeten te sturen is door de Amerikanen ongelooflijk ver ontwikkeld. Ook op dit terrein hebben de Russen echter opvallende prestaties geleverd. Hier een beeld van het passeren van de planeet Mars. Maar we merken op dat de Russen nog in 1982 tweemaal erin slaagden op de planeet Venus te landen en kleurenbeelden van het oppervlak van Venus over te seinen naar de aarde. Terug naar Mars en de fotografie vanuit een Marsbaan. In een tekenfilm wordt uitgelegd hoe telkens stap voor stap een volgende foto wordt genomen. De foto's overlappen elkaar en ze leggen de ene baan na de andere op Mars. Door alle foto's te combineren kunnen we een kaart maken waarop we zien hoe er op Mars ook bergen voorkomen. Wetenschapsmensen plakken letterlijk de foto's aan elkaar en aan de hand van deze foto's gaan ze dan kaarten maken. Kaarten die dienen voor de geologen. Die moeten interpreteren hoe de verschillende structuren op Mars zijn ontstaan. Kanalen waar vroeger over werd gesproken blijken er niet voor te komen. Maar toch is er wat ijs afgezet. De lancering van de interplanetaire sondes vereist vaak de grote Titan 3C-raketten. Dit is een pionierruimtevaartuig wat met deze antenne in Goldstone wordt gevolgd. Een antenne van 64 meter. Die de heel zwakke signalen uit het heelal opvangt. Over afstanden van honderden miljoenen kilometers worden foto's punt voor punt overgeseind naar de aarde. Ook ver afgelegen planeten als Jupiter en Saturnus zijn met behulp van ruimtevaartuigen van dichtbij bekeken. Dit is Jupiter. Jupiter werd eerst bekeken door de pioniers 10 en 11. Daarvan zijn deze beelden. De pionier 10 en 11 waren min of meer primitieve ruimtevaartuigen. Maar ze leverden toch heel veel nieuws op. Ze leerden dat er meer maantjes waren bij Jupiter dan we dachten. Ze leerden ons ook iets over het ingewikkelde weersysteem, zoals deze grote rode draaikolk. Een wervelstorm op Jupiter die er al eeuwen woedt. Een wervelstorm die groter is dan de hele planeet Aarde. Al toen de eerste telescoop werd uitgevonden, in het jaar 1609, werd deze wervelstorm op Jupiter waargenomen. De pionier 10 en 11 passeerden op relatief korte afstand de planeet Jupiter. En een van de sondes vloog daarna door naar Saturnus, om ook de planeet met de ringen van dichtbij te gaan bekijken. Terwijl dit project nog liep, heeft NASA, het Amerikaanse Bureau voor de Lucht- en Ruimtevaart, dit nieuwe project opgezet, de Voyager. De Voyagers hadden veel betere instrumenten aan boord en zij zouden ook heel veel leveren over deze nieuwe planeet, over Saturnus. Saturnus, de planeet met de ringen. We gaan kijken hoe de beelden van planeten worden opgebouwd.
Het scannen is een techniek die in de ruimtevaart is ontwikkeld en vervolgens op de aarde werd toegepast. Lijn voor lijn wordt een beeld afgetast en lijn voor lijn wordt een beeld overgeseind naar de aarde. Op deze manier is bijvoorbeeld de planeet Venus, die we hier zien, in kaart gebracht. Venus heeft, zoals gezegd, een zeer dicht wolkendek. Dat wolkendek draait 60 maal sneller rond dan de planeet zelf. Dat betekent dat als we beelden achter elkaar monteren, we de draaiende beweging kunnen ontdekken. Het drijvende mechanisme daarachter is de energie van de zon. Op Venus hebben we ontdekt dat er grote inslagen zijn en ook dat kraters veroorzaakt kunnen zijn door meteorieten die uit de ruimte zijn gekomen. Datzelfde zagen we bij de planeet Mercurius. In deze tekenfilm leggen we uit hoe we dat bedoelen. Het oppervlak van Mercurius wordt gebombardeerd door meteorieten. Deze meteorieten slaan grote kraters in dat vaste oppervlak. We kunnen een model maken en dat model gaan vergelijken met foto's die we met ruimtevaartuigen van dichtbij van het oppervlak van deze planeten hebben genomen. We komen er dan achter dat er een frappante overeenkomst is. Dit zijn tekenfilmbeelden en deze tekenfilmbeelden kunnen we vergelijken met de echte beelden. Dit zijn de echte beelden en we zien inderdaad eenzelfde soort oppervlak. We kunnen het oppervlak van Mercurius dus verklaren als te zijn ontstaan uit successievelijke, elkaar opvolgende inslagen van bezoekers uit het heelal, van grote stenen die het oppervlak troffen. Zo kijken we ook naar de planeet Mars. Op Mars zijn de details vaak wazig omdat er een dichte atmosfeer het deel van het oppervlak aan het oog onttrekt. Deze eerste foto's werden genomen door de Mariner 4. En later maakten de Mariners 6 en 7 veel betere opnamen. We zagen dat er op Mars vulkanen zoals deze Olympus Mons voorkomen en ook structuren die leken op droge rivieren. Gebieden waar de wind heuvels had veroorzaakt, afzettingen. En tenslotte kregen we met de Vikinglandingen dit panorama van Mars. We bevinden ons nu op de planeet Mars zelf en we zien een licht roodachtig gekleurde bodem. Mars bevat een ijzerhoudend gesteente dat we limoniet noemen. Ook op Mars zijn er inslagen geweest, zoals hier op Mercurius of op de maan. Tot op zekere hoogte hebben de planeten en de satellieten, de manen in ons zonnestelsel, dezelfde kenmerken. Naast elkaar de maan, Mercurius en Mars. Er zijn veel overeenkomsten. Er zijn ook verschillen. Geologen proberen zowel de overeenkomsten als de verschillen te ontdekken. Op een tekenfilm laten we het vluchtverloop zien van een ruimtevaartuig dat voorbij de planeet Mars naar Jupiter gaat. Het gaat dan door deze band van kleine brokstukken, de planetoïdengordel. Deze planetoïdengordel vormt een gevaar voor ruimtevaartuigen die er doorheen moeten. Ze kunnen worden getroffen en we krijgen dan dit soort reizen. Grote rotsblokken die we tegen kunnen komen als we met onbemande ruimtevoertuigen de aarde verlaten en het hele zonnestelsel doorkruisen. We gaan nu naar Saturnus en we laten uitgebreid zien hoe met een computer zo'n vlucht nagebootst kan worden. Dit is de ring van Saturnus, eigenlijk moeten we zeggen de ringen. Er is niet één vaste ring. En ruimtevaartuigen hebben laten zien dat er wel 100 verschillende ringen zijn. De ringen bestaan uit stukken steen en gruis die allemaal in een eigen baan om Saturnus draaien. Net als de aarde is een deel beschenen door de zon en een deel is een donkere schaduw. De ring is heel dun. Gezien vanaf een van de maantjes van Saturnus zien we slechts een heel dunne streep. De grootte van de ringen is enkele honderdduizenden kilometers. Maar de dikte is slechts enkele kilometers. We laten nu een ruimtevaartuig door het vlak van de ringen vliegen. Hier kijken we er bovenop. Er zijn donkere spaken in de ringen. Ook die zijn ontdekt met behulp van ruimtevaartuigen. Dit is het Voyager ruimtevaartuig. In een computergeanimeerde film zien we de bewegingen van de sonde. De bewegingen die worden bestuurd vanaf de aarde.
Het vluchtleidingscentrum voor deze onbemande vluchten is het befaamde Jet Propulsion Laboratory, het laboratorium voor straalaandrijving in Pasadena, Californië. Vanuit Pasadena laat men de camera's draaien, zoals u hier ziet, op een van de armen van deze Voyager. De signalen moet men overigens 3 kwartier van tevoren geven, want de afstand tussen de aarde en Saturnus is zo groot dat zelfs de signalen die met de lichtsnelheid reizen er bijna 1 uur over doen om de planeet te bereiken. De Voyagers zijn vlak langs Saturnus gevlogen. Ze konden daardoor de ringen van dichtbij bekijken, maar ze konden ook hun camera's richten op een aantal van de maantjes. Hetzelfde gebeurde bij Jupiter, waar vulkanisme werd ontdekt op de maan Io. Bij Saturnus, waarvan deze beelden zijn, werden 1 aantal nieuwe manen ontdekt. En op het ogenblik zijn er al zeker 20 manen van Saturnus bekend. Dat is een verdubbeling van het aantal bekende manen in enkele jaren tijd. 2 maal is de planeet Saturnus van dichtbij bekeken. Eerst met de Voyager 1, daarna met de Voyager 2. Het is precisiewerk, want de camera moet lang van tevoren worden gericht en hij kan precies zo'n planeet of een satelliet in het veld van de camera krijgen. De Verenigde Staten zijn de Russen op het gebied van deze technologie heel erg ver voor. De Russen zijn nooit zo ver in het heelal doorgedrongen. Toch ook een bezoek aan Saturnus is maar het begin van een reis door het heelal. Hier de passage door het vlak van die ringen. Na de passage van Saturnus zijn nog 1 aantal manen bekeken. Dat was in feite op de terugweg vanaf Saturnus. Het toestel vliegt niet werkelijk terug in de richting van de aarde, maar dringt verder door in het zonnestelsel. De eerste Voyager is nu verloren, maar de tweede Voyager vliegt nog door. Deze zal op den duur aankomen bij de planeten Uranus en Neptunus. Het zijn planeten die nooit eerder van dichtbij werden bekeken. Ruimtevaartuigen hebben ons ook laten inzien dat de ringen geen uitzonderingen zijn bij planeten. We weten nu dat ook Jupiter een ring heeft. Die ring werd ontdekt met onbemande ruimtesondes. Ook Uranus heeft een ring en waarschijnlijk heeft ook de planeet Pluto een ring. De ruimtevaart bekijkt niet alleen de planeten in ons zonnestelsel, ook het hele heelal wordt er mee bekeken. Dit zijn beelden van onze eigen Melkweg. De Melkweg die bestaat uit 100 miljard sterren. Als we de Melkweg van buitenaf zouden kunnen bekijken, zouden we dit beeld zien. 1 grote verzameling sterren in de vorm van een grote platte schijf. In die Melkweg vinden we wolken van gas en stof. Dit is de Orionnevel, een plaats waar ook op het ogenblik nog nieuwe sterren worden geboren. Hete gassen hebben zich hier verzameld. Ze vormen samenballingen en in die samenballingen ontstaan nieuwe sterren. Op een bepaald ogenblik is die wolk zo dicht geworden dat dit gebeurt. De ster begint te stralen. De temperatuur in die wolk is dan opgelopen tot enkele miljoenen graden Celsius. Spontaan komt er een kernfusie op gang en de kernfusie kan doorgaan zolang er brandstof is voor die kernfusiemotor. Onze zon is hier nu mee bezig. Onze zon bevindt zich in dit stadium, een ster die straalt. Onze zon bestaat op het ogenblik al zo'n 4,5 miljard jaar en dat is ongeveer de helft van haar leven. Ze heeft nog 5 miljard jaar te gaan, maar eens zal de brandstof op zijn en dan zal de zon aan het einde van haar leven komen. We gaan nu weergeven wat er op het einde van het leven van een ster kan gebeuren. De ster kan dan exploderen. We hebben hier die zon en over 5 miljard jaar kan die zon in een laatste krachtsinspanning als het ware uit elkaar ploffen. Ze zwelt op, ze wordt groter en groter. Ze wordt zo groot dat ze zelfs de aarde gaat omvatten. Het leven op aarde is over die 5 miljard jaar
niet meer mogelijk. De aarde wordt opgeslokt. De zon stoot dan een wolk van gas en stof uit die als een ring om die geëxplodeerde zon zit. En daarna zal het restant van die zon in elkaar ploffen. Het restant zal een heel kleine bol worden. Een bol met een middenlijn van 1 of hooguit enkele kilometers. Zo'n in elkaar geklapte ster noemen we een zwart gat. Nog een keer de explosie. Grote wolken worden weggeslingerd, maar het grootste deel, het restant, vormt de harde kern, de bol van zeer compacte materie. Als we onze telescopen op zo'n wolk richten, zien we in het centrum daarvan een snel aan- en uitgaand puntje, een pulsar, en dat woord komt van pulserende radiobron. Het is een snel ronddraaiende neutronenster, een ster die bestaat uit zeer dichte materie. Onze zon zal over 5 miljard jaar zo'n aan- en uitgaande ster worden, een neutronenster, een pulsar, een pulserende radiobron. Allemaal woorden voor hetzelfde begrip. Alleen sterren die nog veel zwaarder zijn dan de zon, klappen in elkaar tot een nog kleiner bolletje. Het lijkt gek dat de grootste sterren in elkaar klappen tot de kleinste bolletjes, maar het is een van de raadsels waarvoor de wetenschap zich gesteld ziet. Die grootste sterren die in elkaar klappen tot de kleinste bolletjes noemen we de zwarte gaten. Deze sterren zijn zo compact dat ze naburige sterren kunnen leegzuigen. Dat is hier getekend. De ster links wordt leeggezogen door de draaikolk, het zwarte gat rechts. In het zwarte gat verdwijnt alle materie die binnen zekere grenzen komt. Het is een bodemloze put, hier heel fraai getekend. Het ontrafelen van dit soort mysteries in het heelal is een van de taken van de ruimtevaart. De ruimtevaart heeft al een geweldige bijdrage geleverd aan onze kennis van het heelal. Maar in de komende jaren zullen we nog veel meer leren. We zullen misschien contact kunnen opnemen met levende wezens elders in het heelal. Met dit soort projecten, telescopen en radiotelescopen die we richten op verre werelden. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de mens de enige bewoner is van het onmetelijke heelal. En daarom gaat ruimtevaart verder. Dit is een blik op de toekomst waarmee we deze geschiedenis gaan afsluiten. Een extra raketrap zal worden gebruikt om grote ruimtestations hoog boven de aarde te realiseren. We zullen een zogenaamd Space Operations Center gaan maken. Uit bouwstenen zullen we een permanent bemand ruimtestation dat plaats biedt aan tientallen, later misschien honderden of duizenden mensen gaan opbouwen. Deze filmbeelden laten zien dat het al werkelijkheid begint te worden. Er wordt gewerkt aan die bouwstenen die allemaal in de laadruimte van de Space Shuttle zullen gaan. Al in het jaar 1990 kan het eerste ruimtestation in gebruik zijn genomen. Niet alleen Amerika, ook Rusland bouwt eraan. Dit wordt de toekomst van de ruimtevaart.